Goedenavond, welkom bij ons vlog. Zoals jullie kunnen zien is Twan er ook weer. Ja, top vakantie gehad en we gaan er weer tegenaan. Eerste oefenavond van de maand staat bij ons in het teken van voertuigcontrole. Dus het eerste kwartier van de oefenavond zijn we bezig met het controleren van het voertuig. Zoals jullie kunnen zien zijn de collega's alvast begonnen. Wij gaan ze zo meteen ondersteunen. Achter ons zijn Tom en Oscar bezig op dit moment. En we lopen even naar ze toe. Hey. Wat zijn jullie aan het doen, heren? We zijn, eerste maand van de maand controleren we eigenlijk altijd het voertuig. We kijken of alle spullen in orde zijn. Of de labels die op de kratten staan nog overeenkomen met de spullen die er daadwerkelijk in zitten. Zodat we nooit misgrijpen. En eigenlijk controleren we alle spullen beschadigingen. Zodat ze in ieder geval nog veilig zijn om te gebruiken. En het beste rendement hebben. Nou, top. Zo wordt elke kast doorgenomen door de collega's. Ja. De Blues Brothers hebben nu toevallig deze kast uitgekozen. De pomp wordt bekeken door de pompbediener. En Twan heeft als taak om de ademlucht te controleren in de cabine. Dus ik ga even met hem mee. Zoals jullie kunnen zien in de cabine heeft elke stoel heeft zijn eigen ademluchtset. En die ademluchtset die moet een bepaalde hoeveelheid druk met lucht in de fles hebben. Die ga ik controleren, want op het moment dat er niet voldoende druk is, moeten de flessen vervangen worden met nieuwe flessen. Dat mocht er dan een incident zijn, dat ze in ieder geval genoeg lucht hebben om hun inzet binnen te kunnen doen. Dit is onze ademluchtset, de twee schouderbanden. We hebben hier een apparaat waarop we kunnen zien hoeveel druk er nog inderdaad in zit. Daarnaast hebben we een buikband, een heupband die we om kunnen doen, zodat de druk zeg maar, verlicht wordt die we ervaren als we op onze schouders hebben. En hier hebben we een ademluchtapparaat waarop we kunnen aansluiten op het masker. Dus het masker doen we op, het ademluchtapparaat sluiten we aan en in principe kunnen we dan lucht halen uit de fles. Nou, een ademluchtfles moet ongeveer minimaal 270 bar in zijn fles hebben zitten aan luchtdruk. We gaan kijken wat er zo naar uitkomt. De fles hebben we helemaal opengedraaid. Ja, zoals jullie kunnen zien zit 315 bar lucht in de fles. Dat is meer dan voldoende. Dus in dit geval kan ik de fles weer dichtdraaien. Kunnen we weer drukloos maken. Dat er in ieder geval geen lucht meer in de set zit. En is je eigenlijk gereed om te gebruiken bij een inzet. Nou, dit was het vanuit de cabine. We gaan straks nog even verder met de voertuigcontrole. Gaan we wat slangen rollen en kijken of dat allemaal in orde is. Ja. En dan komen we bij jullie terug. En niet vergeten, we gaan de straalpijpen gaan we behandelen met een bepaald goedje. Waardoor de straalpijpen goed blijven. En daar komen we ook zo meteen op terug. Krijg je ook zo meteen op te zien. Tot zo weer. Tot zo. Zoals eerder beloofd heb ik deze kast over de straalpijpen. Die moeten onderhouden worden, omdat dat eigenlijk ons wapen is als er brand is. Daar hebben we een goedje voor. Die spuit erin en die smeert eigenlijk de draaiende onderdelen in de straalpijp. Dit doen we elke maand. We gaan hem straks doorspoelen. Daar maken we ook een filmpje van. Het is een soort olie, die spuiten we erin. Dan hier zit een kogel in, die zorgt dat die afsluit of open is. En met deze hendel regelen we dus eigenlijk de wateropbrengst. En die moeten we dus onderhouden. Hier zit een ring in. Die zorgt in wat voor spuithoek de straal staat. Daar gaat ook een beetje vet in. En ook die moeten we even goed doorsmeren. En zo onderhouden we alle straalpijpen op het voertuig. Zodat we altijd genoeg water kunnen op de brand kunnen spuiten. Zoals jullie net hebben kunnen zien hebben we de straalpijp behandeld. Deze moet dan wel even doorgespoeld worden. Dat zijn we nu aan het doen. Dit doen we ook mede omdat de tank met dit warme weer besmet kan raken met legionella. Daarom spuiten we hem nu even leeg en vullen we hem weer met vers water, zodat dat die bacterie vrij blijft. Twan, doe je ding. We hebben verschillende standen op deze straalpijp staan. We hebben een gebonden straal, waarmee we vooral heel veel druk hebben en heel ver kunnen komen. Daarnaast hebben we ook nog een sproeistraal. Deze straal kunnen we gebruiken om iets af te schermen of iets te beschermen. Als bijvoorbeeld een auto in de brand staat, staat er een auto naast. We kunnen met een scherm zorgen dat de warmte niet overslaat. En dat de brand niet bij de andere auto komt. Er komen weer mensen aan. Er komen mensen aan, dus we gaan stoppen met spuiten. Dit was vanuit Monogram onze vlog. Ja, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.